Sony Media. En jij kwam dan in Deventer erbij en dan gingen we samen naar Amersfoort. Daar deden we een kleine pitstop. Nou, in Amersfoort moesten we overstappen naar het boemeltje naar Baarn. En meestal misten we die. Ja. Maar die misten we helemaal niet, want we wilden gewoon liever hamburgers vreten bij de Burger King in plaats van... Ik had wel goede invloed op jou, dansen, dat zo achteraf zo hoor. Dansen met uit de kluiten gewassen kakmeizen die naar Zweed stonken, vonden we. Oh. Maar daar is inderdaad wel de liefde tussen ons ontstaan en de liefde voor het treinen. Twee vrienden, waar ken ik ze toch van? Hij deed maar wat bij de quote en hij zingt af en toe een foute noot. Net niet echt succesvol, niet echt heel beroemd. Twee vrienden, dit is de Zelfs Podcast. Zo, Sani. Jaap, we zitten in een trein. We zitten in een stilstaande trein. Uit 1954. Een trein waarmee de directie van de NS in het verleden op een soort van beauty parade ging. Om te laten zien aan iedereen hoe mooi het eruit zag. Een vliegtuig, maar dan van de precies, directie van de NS. Ja. En het is een prachtig oud met houten bekleed, met hout bekleed wagonnetje. Ik vind hem mooier dan de treinen van nu, sowieso. Ja. Nou, we wilden dus deze lofzang op treinen, want dat wordt het, hè, deze uitzending. Wilden we eigenlijk opnemen in een rijdende trein, maar dat kon dus niet. En dat is dus de tragiek van het spoor alweer in zo'n klein incidentje samengevat. Wij wilden dus opnemen in een rijdende trein, maar dat kan niet, want er is te weinig personeel en er moet dan weer iemand mee van de persafdeling. Ja, en zelfs die zijn er niet. Hebben ze niet. Nee. Dus we zijn nu in het Spoorwegmuseum in Utrecht en we doen het in een stilstaande trein. Ja, we gaan het hebben over de trein. Waarom de trein zo mooi is. Waarom de trein een nieuwe revolutie verdient. Een enorme investering verdient. Een treinofiel, mag ik jou wel noemen. Wij zijn samen. Hebben wij elkaar ook leren kennen. We hebben elkaar gesnuffeld in de trein. Ja, dat is absoluut. We hebben zoveel treingeschiedenis. Ja, zeker onze interrail avonturen. Dus nou, wat dacht je van de dansles? Door. Ja, natuurlijk. Station Amersfoort. Ja, daar hebben wij elkaar echt leren kennen. In de Burger King van station Amersfoort. Gingen wij toen ergens naar Baren? Wij moesten naar dansles. Zal het nog steeds bestaan? Want de meeste streekstationnetjes, die zijn er natuurlijk helemaal niet. Nee, Baren bestaat nog wel. Ja, dat is wel goed. Ik stapte op Holte in en jij kwam dan in Deventer erbij. En dan gingen we samen naar Amersfoort. Daar deden we een kleine pitstop. Nou, in Amersfoort moesten we overstappen naar het boemeltje naar Baren. En meestal misten we die. Ja. Maar die misten we helemaal niet, want we wilden gewoon liever hamburgers vreten bij de Burger King in plaats van... Ik had wel goede invloed op jou, dansen, dat zo achteraf zo hoor. Dansen met uit de kluiten gewassen kakmeizen die naar Zweed stonken, vonden wij. Oh. Maar daar is inderdaad wel de liefde tussen ons ontstaan en de liefde voor het treinen. En ook de interrail natuurlijk die we hebben gedaan. We zijn van Corfu in Griekenland tot Barcelona in Spanje geweest. Ik heb dus het idee dat het nu ook even los van het interrail bestaat. Volgens mij nog wel. Jawel, je kan wel tickets kopen. Ja. Maar het lijkt... ik heb nou niet het idee dat je heel makkelijk nu naar Spanje, Italië... dat je daar naartoe kan met de trein, of is dat... Precies, op veel fronten is het gewoon achteruit gegaan... sinds dat wij jong waren en aan de treinen waren. Ja, toch? Dat is gewoon echt een drama. En de charme die er ooit zat van... Ja, je komt nog eens een keer een leuk meisje tegen en zo. Weet je wel, vroeger had je dat foldertje, dat blaadje. Ik zag je en je had een rode sjaal en je had rode wangetjes. En dan, volgens mij was het allemaal verzonnen door mensen van NS zelf. Maar goed, het was heerlijk wegdromen. En je had inderdaad ook wel eens dat er gewoon een heel mooi meisje tegenover in de trein zat. Volgens mij is die trein nu zo vol dat je gewoon al blij bent dat je niet... gewoon een bak Smullers of een tas in je waffel hebt. Die Smullers ook, ademen. Gewoon de cafetaria van de NS. Ja. En je moet natuurlijk sowieso gewoon... Je moet staan. Ja. Als je een eerste klas ticket boekt... Ja. Dan zitten er allemaal tweede klas mensen. Zitten er tweede klas mensen. En er is namelijk gewoon niemand om dat te controleren. Nee. Wat ik ook niet snap, hè. Waarom hebben ze daar niet gewoon poortjes dan? Dat je gewoon met je ticket erin moet... één persoon er doorheen, want je hebt overal poortjes, maar niet in die eerste klas. Had je de eerste, tweede en de derde klasse. Ik zou zeggen, gewoon allemaal verschillende klassen. Gewoon klassenmaatschappij is ben ik niet voor. Heb ik niks mee? Nee. Maar op het spoor? Ja. Waarom niet? We willen toch dat iedereen in diezelfde boemel gaat? Dan moeten we opeens allemaal gelijk zijn, allemaal communistische met een bak Smullers in de wappel. Je kan dan toch beter die hele eerste klas dan maar afschaffen, want het schiet toch gewoon niet op met mensen. Ja, op dit moment kun je maar beter gewoon niet doen. Omkatten tot gewoon de sardineklas en daar is het. Ja. Joop, had jij uit de categorie... Nou, dat dacht ik. Want daar zat ik op te wachten. Wisselstoringen, een dieptepuntje. Ja, heb ik. Ik heb een nieuw dieptepunt in mijn afvalcarrière. Ik heb natuurlijk...